paella die kookt al 10 minuutjes. Nu gaan we verder met onze zeekat en onze Lotte. Dus ik heb hier al een grillpan voor verwarmd. We hebben hier onze filet van onze Lotte. Hoe we dat gedaan hebben, dat hebben we al gezien in een vorige uitzending van First Class. We gaan nu mooie stukjes nemen van onze zeeduivel. De zeekat, die hebben we ook al gereinigd. Dat heb je ook gezien in een vorige uitzending. Hier gaan we die ook mooi aan insnijden. Dan gaan we mooie kleine inkepingen gaan geven. Onze tentakels, die gaan we portioneren. We gaan de vis en de zeekat mooi kruiden met peper en zout. Onze grillpan, die is mooi warm. We besprenkelen alles met een klein beetje maïsolie. Dan gaan onze vis gaan grillen. Stukjes vis, stukjes Lotte, die mogen bij de rijst. Ertjes die mogen erbij. We gaan de mosseltjes toevoegen. En onze scheermesjes. We gaan er ook bij. Dit laten we nog 5 minuutjes zachtjes pruttelen. Een zacht vuurtje. Paella met Noordzeevis. Super zomers gerechtje. First Class. Zeker lekker. Kijken naar de volgende aflevering. Smakelijk en tot de volgende keer.